Okie dokie. Daily challenge. Tijd. Laten we... Lange wegen. Dit kan Canada of de VS zijn. Ik ben ook blij dat hij gelijk alles laat. Stel je voor. Dit... Manitou Beach, weet je? Slam hierop. Mogen we dan... iets bedenken, dan... verzinnen we het wel. Daar komt een... kort aan, hopelijk met een verkorting. Enfin, blinde vlek. Botros. Ik zou op dit moment zeggen, ik wil zeggen dat het Canada is, maar ik heb de afgelopen, wat wil ik zeggen, ik ben bezig geweest met staten te oefenen van de VS en daar heb ik ook van dit soort lange kaarsrechte wegen in het niks gezien. Dus het zou mij niks verbazen als dit ook ergens in de VS is. Als het in de VS is, dan zou dit bijvoorbeeld een Montana, Wyoming, een North Dakota kunnen zijn. Als dit kilometers is, Canada. Dan zit ik te denken aan Alberta, Saskatchewan en Manitoba. Gaan we terug naar daar. Manitoba. Zo. Ik ben benieuwd of dat betekent. Manitoba Beach misschien. Je zou het eigenlijk nooit weten. Wat was het andere? Laat ik me eerst even wegzetten voordat ik zo meteen. Ik wil eigenlijk eens even kijken. Daar stond ook nog een naam op, hè? Kijken of die misschien wel te vinden is. What's Rose? Watrose, daar. Oké, dat is dichterbij. Oh, wauw. Oké, hey, ik klaag niet. Dit... Ik heb op dit moment geen flauw idee wat dit gaat zijn. Is dit misschien Chili of zo? Dat zou ik met die bomen en zo zou ik dat eventueel wel zeggen. Orden. Gaan jullie mij blij maken of niet? Masseria, leuke spieden. En dit ziet er in ieder geval niet uit. Dit ziet er dan weer niet uit als... ja, dat kan wel. Zou kunnen. Ik kan in ieder geval wel eens wegzetten. Chili is voorlopig mijn eerste gok. Oep. Zou ook wel Spanje of Italië kunnen zijn misschien? Nee, het is Italië. Dit is Italië. Dit is Italië. Italië. SS is trouwens...
Sicilië of is het Sardinië? Ik dacht dat SS-specifieke wegen waren die voor Sardinië bedoeld waren. Of voor Sicilië, een van de twee. Taranto. Misschien heb ik het wel helemaal mis hoor. Zou me niks blazen, maar goed hè. Er staat toch wel SS, hè? Het is niet dat ik... Ja, ja, SS7. Al is dit allemaal in de 100, dus misschien dat ik wel helemaal verkeerd zit. Ja, ik zit waarschijnlijk verkeerd. Ik zie hier een 3, dus misschien dat de 7 in de buurt is. 7, 67. Ik weet niet of ze met hetzelfde idee werken als met... met wat... wat is dat? Thailand? Cambodja? Een van die twee doet. Dat alles een beetje bij elkaar geplakt zit, zeg maar. oh well. Dit... We hadden het net over Thailand. Het zou wel eens Thailand kunnen zijn. Oh, wacht, er staat daar een bord. Kunnen we... Nou, we stonden toen net dichter bij het bord. Nou, we gaan echt heel langzaam vooruit. Dat zou kunnen wijzen op... India... Is het dan India die langzaam vooruit schuiven als ze heeft? Ik denk het wel, hè. Dat ziet er in ieder geval al wel India's uit. Maar dit... is Bangladesh. Kijk. Dat ziet eruit als Bangladesh. Ik ga er niet vanuit dat ze voor cement uit Bangladesh gaan reclame maken in India. Met een kaart van Bangladesh. Misschien als ze het wel zouden doen met een kaart van India, maar... Ik heb ook geen idee. Ik dacht normaal heb ik ook nooit zoveel... probleem met het vooruitbewegen van in Bangladesh, dus. Nou hoop ik wel dat ik het gewoon goed heb. Niet dat het straks inderdaad cement uit Bangladesh in India is, want dan ben ik er wel heel snel klaar mee, zeg maar. Dan, hallo. Net gaf hij een heel sprong en nou weer. Net op het moment dat ik hoop dat hij niet zo'n grote sprong maakt, zodat ik eventueel een URL kan zien. Ik denk dat het... Dit is niet een locatie waarvan je standaard zou zeggen dat dit Bangladesh is. Ik ben bij een locatie in Bangladesh ben ik gewend dat je echt die rijen met bomen ook hebt en zo. Ja, kijk, het schrift klopt sowieso, maar dit is ook het schrift wat in het noorden van India gebruikt wordt. Bangladesh, daar. Oké. Kan beter, kan slechter. De laatste twee moeten wel heel goed zijn, anders dan gaat het nog wel een uitdaging worden. Dit lijkt me Midden- of Zuid-Amerika te zijn. Kleine witte nummerborden, dus dan zou dat Mexico. Of, en ik zie daar corona, dus dan is het Mexico. Appalachian.
Waarom? Ik heb het idee dat ik die naam wel eens eerder gezien heb, maar... Ik dacht hier aan de zuidkust dat ik dat wel eens gezien heb, maar goed, nogmaals. Ik denk wel eens vaker dat ik dingen gezien heb en dan is dat uiteindelijk ook niet waar. Zoals even kijken of misschien de beta, nee, echt absoluut niet. Oh nee, dat bord is weg, fijn. Oh nee, daar is dat bord nog. Nou ziet er nog idioter uit. Pressing of Mexico is. Apatzingan. Is dat misschien een provincie? Nogmaals, ik ben geen. Nee, zo te zien niet. Maar het feit dat dit wel een. Ook als regio een beetje genoemd wordt. Zou je denken dat dat wel een plaats is die je zo kan zien. Maar goed, hè. Ik heb het idee dat ik de naam inderdaad wel eens gezien heb, maar. Ik dacht dat het in het zuiden was. Maar goed, misschien heb ik het wel helemaal mis hoor. Het zou niet de eerste keer zijn, zoals al vaker gezegd. Helaas. Ik heb nog wel even. Ja. Ik denk sowieso dat dit te laag is. Te hoog is. Zullen we zien? Nee, ik zat echt totaal niet in de buurt. Oh wel. Oké, dit is ook Midden- of Zuid-Amerika, denk ik. Dit zegt me helemaal niks. Dit is Brazilië. Madeiras is volgens mij wel een provincie, toch? Dit, Madeiras. Dacht ik. Nee, niet. Darn it. Ik had eigenlijk wel echt gehoopt dat dat een provincie zou zijn. Darn it. Wat ik zeg, dat is eigenlijk het meest belangrijke van allemaal. Om eerst te ontdekken in welke provincie. En ik weet het, je kunt dan telefoonnummers onthouden, maar... Ik bedoel, zoals gezegd, ik ben bezig met die staten in de VS en... laat je me vertellen, het is echt gigantisch moeilijk om sommige, om alleen al de wegborden van, hoe heet het, van diverse staten te onthouden. Weet je, dat is echt gewoon, ik zou zweren, maar... Waarom klinkt dat zo bekend in mijn hoofd? Is dat misschien omdat ik moet denken aan Madeira? Zou dat het misschien zijn? Nou, dat is het niet hoor, want dat is dat eiland natuurlijk wat redelijk meer in de buurt van de VS. Van de VS. Nou, dat zou ik eigenlijk niet weten. Zou het dichter bij de VS in de buurt liggen dan bij Brazilië? Ik ga het niet proberen. Laat me je dat wel vertellen. Is dat
hier iets op. Oh. Kijk naar nou verder. Het residentiële gebied inga. Nou, alhoewel, dit is een snelweg, dus misschien dat hier wel een bordje staat. Zou ik dat wel binnen 5 seconden moeten vinden? Nou, dat denk ik niet dat gaat lukken, dus... Nope! Fortaleza. Misschien dat ik het daar wel eens gezien heb. Ik weet het echt niet. Nou. Weer zilver! Yay! Het is een zilveren weekje zo, op deze manier. Maar goed! Ik bedoel, het is duidelijk waar de fouten gemaakt zijn. Dus er valt ook niet heel veel over te zeggen. Dat was het in ieder geval voor vandaag. Morgen is er weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.